Het lijkt misschien alsof de gemeenschap van gelovigen voor zijn beurt spreekt met dit koraal. Er is immers nog geen valse getuigenis afgelegd en er heeft ook nog geen veroordeling plaatsgevonden. Maar ze reageren op het vooruitzicht van de aangekondigde valse veroordeling met een felheid waar straks, als het om het zwijgen van Jezus gaat, geen ruimte meer voor is. In het raamwerk van de Matthäus werd het naar het oordeel van Bach kennelijk ook tijd voor een koraal. Waar de Johannespassion het tweede deel begint met een koraal, volgt dit in de Matthäus pas na een aria en een recitatief, als derde stuk dus. Ook in de eerste helft van de Matthäus vinden we een koraal als derde stuk. De melodie die Bach hier gebruikt is die van In dich hab ich gehofft, Herr, van Adam Reusner. Reusner studeerde met Luther in Wittenberg en hij was bepaald geen kamergeleerde. Hij reisde als secretaris van kapitein Georg von Frundsberg met een leger van huurlingen naar Italië, waar hij getuige was van de plundering van Rome in 1527. Na terugkeer in zijn geboorteplaats Mindelheim belandde hij als protestant enige tijd in de gevangenis. De Frundsbergs, de heren van Mindelheim, waren katholiek gebleven. In een bundel gezangen die hij in 1533 publiceerde, stond ook het gezang waar het hier om gaat. De verontwaardiging die in het koraal doorklinkt en die door de kleurrijke zetting van Bach nog wordt uitvergroot, is wellicht dus zeer persoonlijk of authentiek. Opvallende tekstuitbeeldingen vinden we in Bachs zetting op trüglich gericht met tegendraads accent. En heel mooi in de kronkelende baslijn en wringende harmonieën onder valse tukken, gemene listen, waarmee het koraal afsluit.